Ruim 27% van de inwoners van Spijkenisse stemde PVV. Dat is dus meer dan een kwart. De PvdA is hier nu, na de VVD, de derde partij. En als je de mensen aanspreekt, dan blijkt dat beeld aardig te kloppen. Bijvoorbeeld in de wijk De Akkers. Op Wilders. Ja. Waarom? Een beetje moeilijk om dat hier allemaal ook wel te zeggen. Maar, we leven in een vrij land? We leven in een vrij land, ja, maar ik vind ook te veel buitenlanders. Laat ik het daar even op houden. Nou, omdat ik het toch wel met een heleboel dingen met hem eens ben. Niet met de hypotheekrente, maar de rest toch wel. Noem eens één punt. Klinkt heel gemeen, maar toch wel de buitenlanders, dat we daar wat aan gaan doen. Ik denk dat er eens een beetje verandering moet komen in het hele politieke gebeuren in Nederland. Maar er is ook verdeeldheid in Spijkenisse. PvdA. Veel PVV hier gestemd? Ja, helaas wel. Ik ben blij voor Mark Rutte. Heel treurig, ik bedoel, SP komt helemaal niet aan bod. Dan Vlaardingen. Hier stemde ruim 21% op de PVV. Ruim een vijfde dus. En daarmee heeft ook in Vlaardingen de PVV de PvdA ingehaald. Zij het met een half procentje. Ja, verbaast mij. Ja, verbaast mij eigenlijk. En goed, Limburg natuurlijk. Maar ja, dat kan je verwachten. Nee, dat valt me juist tegen. De PVV. Was dat voor het eerst? Ja. Waarop heeft u gestemd? Ja, moet. Gewoon paspoort, je moet stemmen geven. Mag ik weten op welke partij? Nou, niet vragen. Nee, niet vragen. De VVD. Zoals altijd? Zoals altijd, maar middenstand dan. Ja. Is heel veel PVV gestemd in Vlaardingen? Ja, dat vind ik jammer. Verbaast het u? Ja, het verbaast me van iedereen, landelijk. Ja, ik heb Wilders gestemd. En waarom? Ja, Wilders is goed. Hij heeft ook hekel aan Marokkanen. U ook? Nee hoor. Wat bent u eigenlijk, van origine? Turks, ja.